Stefanie heeft vandaag haar laatste examen gehad. Haar vriend Yannick die moet nog studeren, dus daarom gaan we hem steunen. En verrassen. Dag Yannick! Verrassen! Ze zeggen altijd, wat helpt bij studeren is zo een goed vooruitzicht toch? Ja, ja, absoluut. Dus daarom dacht ik, misschien ben je wel geïnteresseerd in een paar tickets voor Bobbejaanland! Yay! Heel goed, nu gaat het zeker lukken. Oh, dan mag je terug naar je bureau gaan. Oké, terug, voilà. Die gaat terug gaan studeren en moeten we hier al die confetti beginnen opkuisen.